Okay. Vandaag is het eerste filmpje over de beeldaspecten. En beeldaspecten is lijn. Misschien is het handig om daar het een en ander over te vertellen. Ik zal deze PowerPoint ook ergens online beschikbaar maken. Dat je hem altijd nog terug kan kijken zonder dat gebabbel van mij ertussendoor. Maar goed, het gaat dus over het beeldaspect lijn. Als je dat moet analyseren in een kunstwerk, waar moet je dan op letten? Wat zijn de elementen die je eruit moet kunnen pikken? Alles wat met lijn betrekking heeft, komt als het goed is vandaag langs. Ik vind zelf, nou ja, ik las ergens het meest persoonlijke beeldaspect. Omdat je, de lijnvoering is natuurlijk een soort van het handschrift van een kunstenaar vaak. Dus heel vaak kan je de hand van een kunstenaar, het handschrift van een kunstenaar, een soort van herleiden. Als je zijn handschrift leert kennen. En dan maakt het natuurlijk een mooi beeldaspect. Dit is een tekening van Van Gogh trouwens. Soorten lijnen. Er zijn allerlei verschillende lijnsoorten. Er zijn rechte lijnen. En dan zou je denken, ja, logisch, dit zijn rechte lijnen. Maar ze worden vaak door elkaar gebruikt. Dit zijn ook rechte lijnen, ook geometrische lijnen. Maar die lopen wel schuin. Zie je? En hier lopen ze ook recht, maar lopen ze niet schuin. Dus het is altijd handig om, als je iets wil benoemen, dat het horizontaal en verticaal loopt, dat je het dan ook horizontaal en verticaal noemt. En niet zegt, Mondriaan gebruikt alleen maar rechte lijnen. Ja, dat gebruikt Malevich ook. Alleen maar rechte lijnen. Maar ze staan wel allemaal scheef. Dus recht en horizontaal verticaal. Recht en schuin of diagonaal. Organische lijnen, ander soort lijnen die wat golvend, wat organischer lopen. Organisch komt van een soort van groeien af. Hè. Dus planten willen nog wel eens in een soort mooie curves groeien. Maar hele mooie golvende organische lijnen. Een ander soort lijn. Strakke lijnen. Wil ook zeggen dat de begrenzing van een lijn heel scherp is en heel strak is. Dus als een lijn heel strak wordt getrokken. En er zit geen overgang tussen de lijn en de rest van de tekening of een andere lijn. Dan kan je spreken over strakke lijnvoering. Dus ofwel in dit geval zwart ofwel geel. Maar er zit niks tussen. Er zijn nog meer strakke lijnen. Dus je hebt of de lijn of de achtergrond. Geen overgangetjes. Ook in de ruimte 3D heb je fantastisch mooie strakke lijnen. En dit is een veld in Nevada, als ik het goed heb, New Mexico, ergens in het zuiden van Noord-Amerika. En daar heeft een soort van land art kunstenaar, Walter de Maria, een veld gemaakt van een kilometer bij een mijl, dus 1,6 kilometer. En om de zoveel meter heeft hij een verticale paal in de grond gezet van een meter of 10 hoog of zo, echt wel flink hoog, met grote scherpe punten. Die werken natuurlijk ook als een soort lijnenspel. En een grid ontstaat er, maar ze zijn super strak en ze staan mooi verticaal georiënteerd in het landschap. Het mooie is, omdat in deze woestijn bij verschillende periodes extreem veel onweer voorkomt. Ik geloof dat de volgende dia is. Dit is eigenlijk een onderdeel van zijn kunstwerk geworden. Hij heeft expres een soort van bliksemafleiders in het landschap gezet. Waardoor die super strakke, dat strakke grid van die palen, die mooie verticale, een heel mooi contrast vormen eigenlijk met die grillige of bibberige vormen. Grillig betekent dat er niet echt een soort lijn of een structuur in te ontdekken is. Dus die bibbert alle kanten op die lijn. Ergens natuurlijk een essentieel onderdeel van het kunstwerk, de bliksemflitsen zelf. Hier nog meer voorbeelden van grillige of bibberige lijnen. Ze lijken een beetje alle kanten op te bibberen, maar je ziet al wel een klein beetje dat er een soort van lijn of een structuur in zit. Maar als je uitzoomt, dan zie je dat er achter die bibberlijnen een soort nieuw soort vorm tevoorschijn komt. Deze komt vaker terug, deze afbeelding. Er is meer over te zeggen dan alleen wat voor soort lijn het is, maar je zou kunnen zeggen dit is een soort schetsmatige lijnvoering. Dus de manier waarop Rembrandt aan het tekenen, het is een Rembrandt, waarop Rembrandt zijn lijnen gebruikt, is heel zoekend, onderzoekend. Dus hij is niet heel meteen dat hij precies aanvoelt waar zit de vorm, maar hij zoekt als het ware met zijn potloodachtige ding, waar zit ongeveer de vorm hier, waar zit de vorm daar. En dat zoekende is nog terug te zien in het eindresultaat, vandaar dat hij het schetsmatig noemt. Nog meer schetsmatig vind ik een mooie, een soort street art ding, ik geloof ergens uit Frankrijk. Demain le corbeau prendra les eaux de ma cage de béton. In de lijnvoering daarachter, achter die letters,
zie je ook weer dat zoekende. Dus niet alle lijnen zijn heel trefzeker, maar juist het een beetje zoeken naar, hier zit een ongeveer een oor, daar zit ongeveer een snavel. Een lijntje die een beetje doorloopt, geeft dat zoekende karakter, het schetsmatige karakter aan een beeld. En dat is een heel ander karakter dan die hele strakke lijnvoering die we net zagen. Grillige lijnen, bibberige lijnen, nou, dat is wel helder. Vloeiende lijnen, een soort andere benaming, dat het iets soort van lekkerder in elkaar overvloeit, mooiere bochtwerken in de lijnvoering. Dit is een werk van Horta, de Jugendstilkoning, die hele sierlijke krullen en arabesken, zo je het kunnen noemen, een soort sierlijke krul, heet een arabesk, in zijn gietijzer en in zijn schilderingen aanbrengt. Maar ook in landart kan je tegenkomen, Richard Long, die een soort landart kunstwerk maakt waarin die een soort slingerend pad uitkrast of op een of andere manier aanbrengt op een veld wat slingerende slangen door het landschap loopt. En kom daar nog meer tegen. Ja, ook hier de lijnvoering kan je vloeiend noemen. Hè. Dus die hele sierlijke, ook in die bomen, kriskras, dat sierlijke golvende van die bomen, het golvende in de lucht. Dat zijn een soort vloeiende lijnen. Dit kan ik zelfs op... zo goed man, ik kan het op play drukken. Vloeiende lijnen, ik vond het zo leuk. Die moet ik erbij stoppen. Lijnen hebben natuurlijk een dikte. En soms kan je zeggen van nou, een lijnen zijn dik of lijnen zijn dun. Maar soms hebben lijnen dik en dun samen. En sommige kunstenaars gebruiken het om een wat afwisseling te krijgen in een lijnvoering. Als je hier kijkt bijvoorbeeld, ik heb geen cursor. Bij de kin van die figuur start het lijntje in een puntje en dan wordt het steeds dikker en dan weer dunner. Geeft een scan een soort plasticiteit aanduiden. Dikke lijnvoering. Maar dunne lijnen ook. Dit is een werk van Albrecht Dürer. Als je een beetje inzoomt, dan zie je dat hij ontzettend miljoenen super fijne dunne lijntjes heeft gebruikt om zijn hele voorstelling te maken. Van Gogh, ook hier weer een soort spel. Als je dikke en dunne lijnen tegelijk in een afbeelding gebruikt, kan dat een heel interessante effect opleveren. Het is heel speels. Er zit veel variatie in. Het is niet zo eentonig, niet zo eenvormig. Lijnen kunnen hard zijn, agressief zijn. Dit is ook een Picasso, maar als je ziet hoe hard die ook zijn, ook zwaar aangezet met een volle kwast. Een beetje hoekig. Dus ook dat agressief zie je vaker bij andere Picasso. Lijnen die wat agressiever weggezet zijn in strakke, duidelijke halen. Geometrisch hoekig tegenover elkaar. Of hier een Duitse expressionist. Dat hij in zijn gezicht ook die strakke, scherpe, hoekige lijnenvoering gebruikt. Waardoor er een wat heftiger karakter ontstaat. Gevoelig kan ook. Als je juist hele zachte lijnen nauwelijks op je puntje drukt van je potlood of van je krijt. En dat er een heel lichte afdruk op je papier overblijft. Dan krijg je hele subtiele, gevoelige tekeningen, vormen. Hier nog een voorbeelden. Je ziet zeker aan de rechterkant modelstudie. Dat de lijntjes, hè, die schetsmatige lijnen, die zachte lijnen die er nog dwars doorheen staan. En de lijn is onderbroken. Het zijn eigenlijk een soort puntjes bijna die naast elkaar staan. Door de structuur van het papier krijg je niet zo'n hele mooie strakke lijn. Of een hele strakke lijn, maar juist een hele zachte, onderbroken lijn. Hier ook hetzelfde. Zacht. Eenvormige lijnen. Ook weer een werk van Walter de Maria. Die staven een kilometer. Het heet 1 kilometer. Het zijn allemaal staven die samen bij elkaar 1 kilometer zijn. Allemaal dus dezelfde lengte. Hetzelfde materiaal. Niet dezelfde afstand. Ze worden steeds verder van elkaar weggelegd. En misschien dat dat toch zichtbaar is. Telkens een paar centimeter verschil met elkaar. Waardoor je een mooi overzicht krijgt, denk ik. Maar wel redelijk eenvormig. Hè? Er gebeurt verder nauwelijks iets. Hier ook eenvormig in de zin dat alle lijnen ongeveer dezelfde dikte hebben. Dus dan krijg je een soort totaal ander karakter als lijnen die van dun naar dik gaan. Of het spel met dik en dunne lijnen. Het heeft een strakker grafische karakter. Hier zie je Van Gogh, die gebruikt in een tekeningetje
allerlei soorten lijnen en dat zorgt voor heel veel afwisseling. Dikke lijnen, dunne lijnen, zwaar aangezette lijnen, hele zachte lijnen. Dat werkt wel goed, krijg je veel ruimtelijkheid, speels, afwisselend karakter. Je hebt contourlijnen die de buitencontour van een vorm soort van definiëren. Dit is een beroemde wel in de Nazca-woestijn, misschien wel eens gezien in Peru. Die kan je alleen vanuit een vliegtuigje zien, omdat het zeg maar een soort woestijn is. En deze afbeelding is dan iets van 100 of 150 meter in doorsnee. Dus vanaf de grond is het eigenlijk nauwelijks te zien. Maar vanaf een vliegtuigje zie je die, nou ja, 2000 jaar bijna oude tekening. Matisse gebruikt ook veel buitencontour in zijn werk. En dat zie je eigenlijk misschien nog iets beter in dit werk. Dus je zegt, ja, dat is een landschap. En je bent snel geneigd om te denken, nou moet ik met schaduw en modelleren in de lichamen. Anatomisch soort van correct maken. En hij denkt, nou, dag. Daar heb ik allemaal geen zin in. Ik vind het eigenlijk al prima als ik een soort buitencontour teken van die vormen. Nauwelijks binnencontouren. Soms één subtiel lijntje van een bil of iets dergelijks. En daar moet je het dan mee doen. Hier zie je buitencontouren met binnencontouren. Dus als je naast de buitencontour ja, alle vormen aan de binnenkant van jouw vorm ook de contouren daarvan aangeeft, dan spreek je over een buitencontour met binnencontouren. Ook vaak natuurlijk toegepast in strips. Of in street art die een soort van op striptaal gebaseerd is. Je ziet dus eigenlijk een soort omschrijvende lijn die alle vormpjes met een soort zwarte contourlijn maakt. En je krijgt een soort kleurplaat tekening als je heel veel met zware binnencontouren werkt. Ja, het effect van lijnrichting. Je kan een soort plasticiteit krijgen. De vorm wordt omschreven, zoals links Rembrandt zijn lijn op een hele slimme manier wegzet, dat de vorm van een olifant min of meer omschreven wordt. Hij versterkt door de rondgaande lijnen en daar zeg maar de lijn in de vorm van poot en van het lichaam. Wat de vorm van de olifant is. En aan de rechterkant zie je bijna een beetje als die hoogtelijnen op een aardrijkskundeboek. Die soort van die, ik weet niet, ISO nog wat. Dat er ook een soort relief ontstaat. Hè? Bijna een soort structuur van een landschap. Van bijna van heuvels of bergen. Door die lijnrichting. Die parallele lijnen. Beweging vind ik een super mooie ukiyo-e-print. Niet zo heel oud. Volgens mij jaren 60 of zo komt die, dacht ik. Bedenk je dat dit een houtsnede is. En dat hier al die haartjes op een houtblok uit zijn gesneden. Met dat golvende effect zorgt voor ontzettend veel beweging in jouw compositie. Dat slingerende slangeren. En ook hier zie je veel beweging in een Van Gogh. Hoe dat hij die golvende lijntjes, zijn toetsen zodanig aanbrengt dat het een soort beweging suggereert. Statisch en stabiel. Horizontaal en verticaal zorgt voor heel veel stabiliteit in je voorstelling. Dus hoe meer horizontale en verticale lijnen je gebruikt, hoe statischer of stabieler je voorstelling wordt. Dat kan je dus ook toepassen bij Walter de Maria met zijn werken. Horizontaal en verticaal. Je kan het ook in combinatie brengen met, nou, als je zo bijvoorbeeld precies op dit punt staat en je ziet een verticale lijn van Richard Long, een land art kunstenaar, dan geeft het een contrast met de beweging van de andere organische lijnen, al die landschapslijnen die in het beeld te zien zijn. En ook hier, hè, ontstaat als je die stenen in een soort langgerekte lijn weglegt, dan ontstaat er weer een soort stabiliteit in een landschap, wat in dit geval soort van versterkt wordt, omdat al die bomen keurig netjes in een strakke rij staan. Dus dan krijg je een versterking van dat stabiele karakter. Onrust, juist als alle lijnen kriskras door elkaar staan, dat geeft een soort onrust. Dit is een project van een Russische kunstenares die een bal heeft gevuld met helium. En aan de uiteinde van de bal heeft ze een soort van krijtjes weggezet. Waardoor, als je binnenkomt, mag je als toeschouwer die bal een zwiep geven. En langzaamaan gedurende een periode, komen er krasjes op die muur in allerlei verschillende richtingen. Wat een heel onrustig, schetsmatig effect geeft. Super vet project wel. Als je jouw lijntjes zodanig aanbrengt in het schaduwgebied van een vorm, dan ontstaat natuurlijk een ruimtewerking. Zie je vaak in dit soort prenten die je houtsnedes of gravures, net al die dure gezien.
Dat je heel slim op de, in de schaduwgebieden een soort ritme van een soort kromme lijntjes geeft. Het versterkt de vorm van een been bijvoorbeeld, hè, op het voorbeeld aan de linkerkant. En het geeft ook meteen de licht- en de schaduwkant aan. Het kan heel slim accenten leggen, de lijnwerking in een werk. En ik vond dit een mooi voorbeeld van Rembrandt, een zelfportret, waarin hij een soort bruinige waas had van zijn haren. Als je goed kijkt in het voorbeeld aan de rechterkant, dan zie je dat hij met de achterkant van zijn kwast, of is hij eigenlijk met een scherp voorwerp, heeft hij allemaal krasjes gezet, zodat je in een diepere verflaag terechtkomt die wat lichter was. En dat suggereert dan die, die oplichtende haartjes van hem. Je kan hem arceren. Nou ja, er zijn allerlei verschillende arceertechnieken. Enkelvoudig, tweevoudig, drievoudig, viervoudig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan ze een soort van geometrisch op elkaar zetten. Je kan ze wat vrijer of wat losser doen. En zo kan je schaduwplasticiteit krijgen. Zo kan je, als je de structuur van een vorm wil benadrukken, kan je de contourlijnen als het ware om een vorm heen modelleren. Als het ware eromheen leggen als een soort wollen draadjes. En dat versterkt de ruimtelijkheid of de vorm van een bepaalde voorstelling. Het versterkt natuurlijk de plasticiteit weer. Het licht- en schaduwwerking kan je door arceren supergoed aangeven. Een viervoudige arcering op de diepste schaduwen. Een tweevoudige arcering op de middentonen. En een enkelvoudige op de licht enzovoort. En het kan textuur geven. En ik vond dit al een leuk voorbeeld. Waarin ook een soort street art. Dat die arceertechniek echt een beetje dat, dat versteende van zo'n schelpachtige structuur. Of een beetje zo'n harde structuur. Dus op een hele slimme manier rond dan wel in van die golfjes weg te zetten. Dat is tot zover lijn.